kijkers van Online Games, van harte welkom terug bij een gelukkige aflevering van City Skylines. We gaan uiteraard gewoon natuurlijk lekker verder waar we afgelopen dinsdag waren gebleven, dus dat komt helemaal goed. Perfect, goed promotje, ja, perfect promotje. Ondertussen heb ik er toch misschien wel een klein beetje zitten te nadenken of wij meer huizen kunnen ergens gaan bouwen, maar ja, er is een probleem. We hebben niet echt heel veel kijk, we kunnen wel allemaal hier en daar maar wegen. Nee, is het, maar ja, dat heeft allemaal geen zin. Dus wat ik ga doen is nou, we kunnen ook niks meer lenen. Dus dat wat we hebben. We hebben een ziekenhuis gebouwd. Hier komen alle grote dingen aan, hè? Maar we moeten toch eigenlijk meer huis gaan, want anders loopt dit helemaal niet echt. Dus we gaan kijken of we een gebied kunnen gaan kopen. Maar de vraag is waar. Zullen we hem links zetten? Of gaan we hem rechts doen? Of wat is de bedoeling? Het was mooi geweest als wij die wegen allemaal beter konden aanleggen. Dus ik denk dat het handig is om hem links te zetten. En dat we dan hier zo gewoon een weg doorlopen. Nou, dan gaan kijken. Zullen we dat doen? Oké, laten we dat doen. Dus laten we. Dat doe ik niet. Goed. Rechts kan natuurlijk ook. Onderen is natuurlijk niet echt handig. Eerlijk dan natuurlijk wel, omdat je dan, ja, weet je, je kunt ook die andere kant op gaan. Dan vind je echt wel weg. Nu is het me sowieso niet echt handig. Of je moet die snelweg weghalen. We gaan eerst eens eventjes gaan kijken. Trad. Die snelweg weg. We kunnen ook trein. Station. Nou, links een beetje en rechts. Hier een beetje industrie. En dan zorgen we dat we links ook industrie blijven. En dat we dan hier allemaal nog het huisje gaan bouwen. Of we bouwen aan die kant. Gaan we eens even kijken hoe groot dit is. Dus dat is deze dan weer rechts. Een klein beetje hier zo. Kunnen we eventueel ook nog de straten doorpakken. En dan kunnen we aan deze kant van alles gaan doen. Maar dan moet dus die weg. Moet ik helemaal aan die kant plaatsen. Dan moet ik hem zo en dan zo. En dan moeten we kijken dat we aan deze kant dus ook kunnen gaan kijken. Misschien drie rotonden. Dus zo is dit, zeg maar, zoiets. Zou zeg maar kunnen. We gaan dus eerst even kijken naar de weg. Dus dan zullen we zeg maar. Ja. Die zit ertussen. Dan moet die dus verplaatsen en dan komt er een beetje. Soort van. En dan komt hij dus hier. Dat zou wel een mogelijkheid zijn. Zullen we dat dan doen? Of aan die kant? Weet je, ik weet het eigenlijk niet. Ik weet het niet. Aan die kant is ook wel handig, want dan heb je echt. Hier zit het tussenin de snelweg. Hier dan nog een stukje stad. Dan kunnen we hier zo.
dan moet wel die hele snelweg. Moet weg! Dat is wel weer een dingetje. Het is wel wat beter. We industrie in het midden hebben. Die hebben we dan een beetje hier zo. Dan hadden we die busstations misschien echt ergens, hadden we hem hier zo moeten neerzetten. Ik kan ook aan die kant. Met hoeveel buslijnen kan ik nog? Dus dat is zeg maar ongeveer 3 stukken. Ik zit te denken om eentje opzij te zetten. Dat gaan we doen. We gaan hem opzij zetten. We gaan hem dus hier neerzetten. Hier. Nu hebben we dus dit hele stuk. We hebben dus ook dus die snelweg erbij gekregen. Dat is heel fijn. Dat we dus aan deze kant alleen maar proberen windmolens te zetten. Of industrie. En nou juist aan deze kant echt. Denk aan wat we hier kunnen dus nog verder. Dus dat betekent dat die windmolens hier weggaan. Die weg kunnen we doorvoeren natuurlijk. Maar die windmolens die gaan weg. En dan wil ik dat hier zo neer gaan bouwen. En dan komt er gewoon een lang stroomkabel. Is dat handig? Die stroomkabel die blijft. Ik weet dus niet of die dit allemaal gaat halen. Dit haalt hij. Deze kant. Ja, die rijdt maar door. Dus ik ga wel gewoon. Er wordt er eentje gesneuveld. Ik ga gewoon. In mijn graden aus. Hier windmolen. Eén windmolen neer dan. Dus ik weet dus niet of die. Zeg maar. Zie je, dat gaat hij dus. Als ik die weghaal, dan kan dit niet komen. Zou ik hem hier neer moeten zetten? Kijk, dan heeft hij tot aan die stroom. En dan kan ik hier allemaal windmolens neerzetten. Kijk. Dan moeten we alleen de weg nog fixen. Hoe ver zal ik. Oh, hij heeft dus al stroom nodig. Omdat ik daar hier de 2 heb. Hij komt dus wel hier zo er tegenaan. Hij rijdt door met hem. Hij moet wel wat minder. Dus daar moeten we even goed over na gaan denken. We ook natuurlijk de weg moeten gaan aanpassen. Die snelweg die blijft. Die blijft.
dan moeten we alleen ervoor zorgen dat we hier in het midden dus een weggetje gaan maken. En hier zo natuurlijk. Even een snelle weg. Dat er hier langs geen niks komt. Het is een open vlak. En dan kunnen we kijken of we zelfs iets kunnen gaan pakken, zeg maar. Of ja. Hier kunnen we ook iets van doen. Goed. We gaan dit sowieso met buslijn doortrekken. Het is natuurlijk dat we het een beetje. Dit is al 8000 daar, Jezus! Kan ik echt niet? Kan het? Natuurlijk hier zo. Kan ik dat hier zo zeg maar doortrekken? En dan zodat we hier links wat een mooie wijk. Hier kunnen we dus twee, als we er twee van maken. En dan kunnen we zorgen dat we ongeveer hier zo zeg maar. Dat is dus 10.000. Plaatsen we gewoon hier helemaal niks. Helemaal, echt gewoon helemaal niks. Een beetje. Ja, we kunnen het wel doen. Maar dan gaan we gewoon snel weer hier. Ja, dat is niet echt handig, hè. We gaan even een beetje doorspoelen. Als je hier een dubbele stroom hebben. Vergeet dit heel even. Dus dit is ook echt. Nog 3, dus er komt hier echt alleen maar stroom. Hier komt echt alleen maar windmolens. Want hier achter zullen we denk ik niets bouwen. Alleen dan pakken we dit gebied hier nog. Ik ben er zo langzamerhand. We kunnen dan wel nog steeds geen trein spoten, dat is wel minder. Goed. Ik had er iets extra gezet, dus die zal dadelijk met deze komen. Ik weet niet, je gaat hem helemaal omrijden. Goed, ik weet wat ze ook willen. Ik weet ook wat ze willen. Dus we dat minder gaat. Stroom is 107. Ik ga hem 106 zetten. Die zeg ik ook op 106. En dan moet je kijken. 1% ervan af. Oké. Okay. 105 dan. Nee.
komt steeds wat meer erbij. Ja, dan moeten we nog terugbetalen. Dus we kunnen sowieso geen geld verder lenen. Goed. Ik snap het denk ik al. Oh, ze hebben wel een stroom, zie je? Hier zitten we met een probleempje. Wat nou als ik even... voor nood. Kijk! Ja, een paar maar. Hier zit het probleem, hier en hier zit het hele probleem. Ze gaan er heel ver weg. Ja, nu gaat wel wat. Het gaat nu weg. Maar ik ga er toch nog er eentje erbij zetten. Goed. Deze stroom, die kabel, die blijft staan. Met hem. Even doorgaan. Hier. Ook hier. Ook aan. Goed. Dat is natuurlijk extra extra. Goed, voor de rest dan ga ik het hier zo laten gaan morgen. Maar eens even verder kijken hoe we dit allemaal gaan oplossen, ja? Maar dat komt helemaal goed. Dat geloof ik. Blijf kijken, bedankt voor het liken en tot morgen weer, jongens. Mazzel!